BNR breekt. Breekijzer. Heeft te maken met de begroting en met Prinsjesdag. Dat ligt nog een kleine 3 weken in de toekomst. Maar het demissionair kabinet heeft de begroting voor komend jaar rond. Minister Kaag van Financiën die kan opgelucht ademhalen. Het is een evenwichtig pakket. En zoals ik denk heel veel ministers al hebben gezegd deze weken. Natuurlijk hebben we zeer zeker oog. En onderkennen we het belang van de mensen die het heel moeilijk hebben. En die natuurlijk duidelijk ook weer steun nodig hebben. Ook in 2024. Ja, ook zorgen bij het bedrijfsleven. Want het kabinet wil 2 miljard euro besteden om de groeiende armoede tegen te gaan, bleek uit die CPB-cijfers. Als we niet iets aan beleid veranderen, dan neemt de armoede fors toe. Naast vermogende individuen gaat het kabinet dat via een lastenverhoging bij bedrijven bekostigen. Volgens Hans Biesheuvel, de voorzitter van ONL, Ondernemend Nederland, wordt er te makkelijk naar die bedrijven gekeken om dit probleem op te lossen. Ik heb de indruk dat men gewoon de moeite niet meer wil doen om te zeggen van laten we inderdaad eens kijken of er ergens anders wat minder kan. En dat doet het ergste vrezen voor de komende tijd, want Timmermans, Pieter Omtzigt, heleboel andere mensen hebben, en voorkomen terecht, begrijp ik gezegd, bestaanszekerheid wordt het thema. Maar ik zeg er iedere keer wel weer bij, om al dat geld uit te kunnen geven en her te verdelen, moet je het wel eerst gaan verdienen. Zitten we straks met een vastgelopen economie of doet de BV Nederland huilie-huilie? Ons breekijzer vandaag is: ondernemers kunnen hogere lasten er nu niet bij hebben. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het daarmee eens? Is het met oplopende faillissementcijfers en hogere energiekosten niet verantwoord om Ondernemend Nederland op te laten draaien voor de kosten van het kabinet? En moeten we misschien wat meer bij de overheid de hand op de knip houden? Of ben je het oneens? En is het na al die verschillende royale steunpakketten voor bijvoorbeeld energie en tijdens de pandemie wel eens tijd dat bedrijven hun steentje gaan bijdragen om de koopkracht te stutten, dan maar wat minder geld naar de aandeelhouders. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Nu bellen, dan praat je ergens in de komende 20 minuten mee. 020-468-4x0, breekijzer. Ondernemers kunnen hogere lasten er nu niet bij hebben. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Ik heb al wel zo'n idee. Maar ik begin bij Martijn van Helfert. Hij is voorzitter van MKB Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ondernemers kunnen hogere lasten er nu niet bij hebben. Nou, ik heb ook wel een idee wat u gaat zeggen. Vertel het maar. Nee, dat kunnen ondernemers niet. En ik denk dat het, of ik weet zeker dat het voor Nederland ook een hele slechte zaak is. Dus Nederland kan dat zelf ook niet hebben. Waar gaat het mis, wat u betreft? Waar dreigt dit mis te gaan? Nou kijk, een aantal verhogingen hebben we natuurlijk al achter de rug in de afgelopen begrotingen. De lastenverhogingen voor ondernemers specifiek. Daarbij komt dat er steeds meer en terecht ook eisen worden gesteld aan de verduurzaming, maar ook de digitalisering voor ondernemers. En daar moet de winst ook ingestoken kunnen worden in die investeringen. En daarnaast zien we dat in de afgelopen tijd de kosten natuurlijk gigantisch zijn verhoogd voor ondernemers, ook buiten de overheid om. Denk aan de loonkosten die heel erg gestegen zijn, de energiekosten, de kosten van grondstoffen zijn gestegen. En we komen natuurlijk nog steeds vanuit een coronatijdperk. Zult u zeggen, zit je nou nog steeds over corona te zeuren? Ja, eigenlijk hadden we afgelopen jaar gezien als hersteljaar. Maar juist omdat dat jaar na corona om te herstellen startte met de oorlog in Oekraïne, waardoor de grondstoffen en energieprijzen door het dak schoten, hebben we dat ook niet daarvoor in kunnen zetten. Okay. Dus hoe dan ook is dat niet verstandig voor ondernemers. Ik vind het ook overigens een slecht voorbeeld dat als je zegt, we willen armoedebestrijding gaan doen. En hoe gaan we dat doen? Door alleen maar meer uit te geven en geld ergens anders vandaan te halen. Want een deel van armoedebestrijding zit ook in minder geld uitgeven. Ja, dat zou de oplossing dan ook voor een groot deel zijn. Waar kan het allemaal minder? De overheid heeft een heleboel wensen. Bijvoorbeeld als je het hebt over duurzaamheidsmaatregelen, zie je dat er heel veel geld naar duurzaamheidssubsidies en maatregelen gaat. Ik denk dat alleen met geld smijten als het gaat om duurzaamheid niet de oplossing is. Wat veel makkelijker is om ondernemers in staat te stellen ook te verduurzamen. Dus dan zou je bijvoorbeeld minder winsten van de ondernemers moeten afromen, zodat ze dat kunnen steken in verduurzamen. Dan hoef je daar ook minder grote bakken geld naartoe te smijten. Dat lijkt mij allereerst al heel verstandig. En kijk, en het punt ook is dat als je maar blijft zeggen van ondernemers, wij willen jullie steeds meer belasten wat in de afgelopen jaren gebeurt, zonder dat er ook eigenlijk wordt nagedacht. Ik vind dat Hans Biesheuvel dat heel netjes zei. Er wordt niet meer de moeite gedaan om alternatieven te zoeken. Ja. Dan kunnen ondernemers op een gegeven moment ook niet meer deelnemen aan die projecten. Okay, ja, ik hoor dus eigenlijk eerder pleiten voor lastenverlaging dan lastenverhogingen. Ik praat zo meteen met u verder. Eerst een rondje mijn panel. Nou, laat ik maar dan bij die andere persoon gaan kijken waarvan ik eigenlijk al weet wat die gaat zeggen. Piet Rietman, ons breekijzer. Ondernemers kunnen hogere lasten er nu niet bij hebben. Dat kunnen ze wel. Ja, en dat is niet omdat ik dat vind, maar ook omdat de feiten dat de afgelopen jaren hebben laten zien. Kijk, dit hele pakket van de overheid, dat is een hele kleine correctie in de goede richting. Dus er gaat er ietsje meer geld
van bedrijven naar huishoudens. Maar dat is wat de overheid corrigeert. En in de economie is er een hele grote beweging de andere kant op. Gaat er juist geld van huishoudens naar bedrijven. Dat hebben de afgelopen jaren laten zien. Waarbij de inflatie door bedrijven werd aangegrepen om de prijzen nog wat meer te verhogen dan nodig was om die grondstoffen te betalen. Dat is wat dan de grijflatie wordt genoemd. Ja, en daardoor zijn de winsten in de afgelopen 2 jaar flink gestegen en is de koopkracht achtergebleven. Dat is een vrij forse overdracht van geld van huishoudens naar bedrijven geweest. Mm-hmm. De overheid corrigeert dat nu een heel klein beetje. En dat is dus eigenlijk te weinig, vind ik. Okay. Wat vind je dan van de argumenten die Martijn van Helvert net aandraagt? We hebben al allerlei lastenverhogingen achter de rug. Kosten buiten de overheid om zijn ook toegenomen. Als het gaat om inderdaad energiekosten, om allerlei loonwensen, om vervoerskosten. Zijn het allemaal schijnargumenten? Nou ja, een gedeelte daarvan snap ik waar het vandaan komt. Maar het valt in en niet bij de winsten die fors zijn gestegen. Dus de overheid corrigeert dat enigszins met beleid. Maar in het algemeen is de trend dat de winsten stijgen. En die trend is nog niet gestopt. Nee. Werkgevers zullen altijd elk argument gebruiken dat ze maar kunnen vinden om hun winsten te beschermen. Hè. Dus hij zegt dan bijvoorbeeld ook dat de winsten intact moeten blijven, want van die winsten zullen dan bedrijven verduurzamingsmaatregelen gaan betalen. Nou, het lijkt me heel fijn als zij inderdaad wat meer hun best doen voor verduurzaming. Maar er is geen enkel bewijs. Er zijn geen economieën in westerse landen waar dat op dit moment zo is. Het is in Nederland in het verleden ook nooit zo geweest. Er is geen enkel bewijs voor dat als winsten stijgen, dat dan op een of andere magische wijze een groot gedeelte van het geld wordt ingezet voor verduurzaming. Nee, dat wordt dan gebruikt voor aandeelhouders, voor dividenduitkering. Ja, wat jullie betreft mogen ondernemers trouwens nog wat meer gaan betalen, want jullie willen nog het minimumloon verder omhoog, toch? Het was ooit... Wacht even, Martijn van Helvert. Het was heel lang €14 de eis, dat is naar 16 opgehoogd. Ja, dat klopt. Ja. Ja, als je zeg maar het mediaan inkomen neemt, kijkt de helft van de mensen verdient meer dan de andere helft verdient minder. Je neemt daar 60% van. Ja, we vinden dat het minimumloon zou moeten zijn. De Europese Unie vindt dat ook. Mm-hmm. En dat betekent dat we eerst altijd zeiden, het moet €14 worden. Maar nu inmiddels zijn de lonen zo gestegen. Ja, en dat is terecht, want de inflatie stijgt nog harder. Dat €16 zou moeten worden. En dat is niet heel onredelijk, want het gaat er puur om dat mensen boven de armoedegrens kunnen blijven. Oké, voordat ik meneer Van Helvert laat reageren, Tarim, ons breekijzer. Ondernemers kunnen hogere lasten er nu niet bij hebben. Wat is jouw indruk? Ik denk dat het voor genoeg ondernemers klopt in hun persoonlijke situatie. Ik denk wel dat je in gedachten moet houden dat we uit een... inderdaad, dat noemde de heer Van Helvert al, uit een gekke periode komen. De coronapandemie die nog nadreunt. Maar tegelijkertijd zijn heel veel bedrijven toen kunstmatig in leven gehouden. En hoewel het allemaal persoonlijke drama's zijn als bedrijven dat niet redden, is het ook heel gezond voor de economie als je daar een soort filtering in hebt. Mm-hmm. En dat de overheid nu prioriteit stelt aan armoedebestrijding vind ik helemaal niet gek. Als je ziet dat er waarschijnlijk volgend jaar bijna 1 miljoen armen zijn in Nederland. Dus dat neemt alleen maar toe. Terwijl het land rijker wordt. En ik zie ook in eigen ervaring, als ik voor de krant op pad ga, hoeveel mensen in stille armoede leven. En dat zie je gewoon niet. Mm-hmm. Ja, en dus dat armoedeprobleem is reëel, dat zal niemand ontkennen. Je zegt ook, maar vind je nou dat er bij die bedrijven wat meer gehaald mag worden of niet? Ja, ik denk dat dus best een gezond teken is van een economie. Los van dat je moet ontkennen dat voor ondernemers persoonlijke drama's zijn. En bijvoorbeeld in de VS is het veel normaler, hè, om naar een faillissement door te starten en te zeggen, ik ga het opnieuw proberen. En hier komt er heel veel bij kijken en ook veel schaamte en dergelijke. Dus dat, ik denk dat je dat sentiment in elk geval wel moet ontkennen. Oké, meneer Van Helvert. Ja, allereerst vooropgesteld, armoedebestrijding zeker een goed doel. Mijn punt is alleen dat dit niet de manier is om dat structureel en duurzaam te financieren. Want laten we wel wezen, de lasten zijn in de afgelopen jaren ook al verhoogd voor ondernemers. Ondernemers betalen al steeds meer. En als ik dan toch het ook vanuit de FNV hoor hoe gesproken wordt over winsten van bedrijven, van nou, die zijn toch alleen maar voor aandeelhouders. Nou, kijk, dat is natuurlijk een persiflage op het MKB wat niet bestaat. MKB is niet, zijn over het algemeen geen bedrijf met aandeelhouders waar geld aan betaald moet worden. Dat zijn namelijk, de enige aandeelhouder die er is de DGA zelf, is de eigenaar van het bedrijf zelf.
En wat die bedrijven, die kleinere bedrijven, in de afgelopen tijd gedaan hebben, is mensen proberen in dienst te houden door lonen fors te verhogen. Lonen zijn bij MKB-bedrijven fors verhoogd. Energieprijzen zijn betaald moeten worden. Ook die kleine ondernemingen zijn dicht moeten gaan. Daar heb ik het over. En natuurlijk, hoorde ik ook zeggen, ook een argument, maar wat niet juist is op dit moment gebruikt. Natuurlijk zijn er bedrijven in leven gehouden. Nou, laat ik zeggen, in Limburg hebben we 120.000 inschrijvingen in de Kamer van Koophandel. Nou, zeg, 5.000, ga ik maar nu mee, zijn bedrijven die misschien al ook failliet waren geweest als ze geen steun hadden gehad. Laten we die weg. Mij gaat het om die 115.000 andere bedrijven die in principe hartstikke gezond zijn, maar door de stijgende lasten van de overheid, maar ook buiten de overheid om, het gewoon heel erg zwaar hebben. En die proberen al die mensen juist in dienst te houden waar de FNV voor strijdt. En dus het is onterecht om dan een paar grote bedrijven die aandeelhouders hebben te zeggen van, oh, die geven alleen maar geld aan aandeelhouders. Ik zal u zeggen, dat is een verkeerd beeld van het MKB. En dat is ook niet de wijze, denk ik, hoe we de discussie moeten voeren. Ik hoor meneer Van Helfert zeggen dat jullie eigenlijk samen kunnen optrekken. Nou, dat denk ik niet. Ja, dat is ook zo. Zit er een groot verschil tussen grote bedrijven en MKB-bedrijven? De feiten liggen er niet om. Zowel de winsten van grote bedrijven als de winsten van kleine bedrijven en van middelgrote bedrijven zijn de afgelopen tijd gestegen. En dat komt in de zakken van de aandeelhouders terecht. Of dat nou bij een beursgenoteerd bedrijf heel veel aandeelhouders zijn of bij een MKB-bedrijf 1. Winstuitkeringen stijgen. En ik denk dat het bedrijfsleven nog blij mag zijn met dit pakket van het kabinet. Want wat er gebeurt is dat er eigenlijk niks fundamenteels verandert. Het is niet zo dat mensen structureel boven bestaansminimum worden getild. Met minimumloon, bijstand en AOW verhogen. Dat zou goed zijn. Nee, wat er gebeurt is een beetje sleutelen aan de toeslagen. En dat is eigenlijk via een omweg ook weer een subsidie voor de bedrijven. Want aan de ene kant wordt het inderdaad betaald door een hogere belasting op bedrijven. Maar die toeslagen die maken het ook mogelijk voor bedrijven om lage lonen uit te betalen. Want de overheid vult toch wel aan. Dus het is eigenlijk een subsidie op lage lonen. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.